Wij zijn Europees marktleider op het gebied van azijn, maar in Nederland ook op het gebied van siropen. Vanaf het begin dat ik hier werk is er in de afgelopen 9 jaar heel veel veranderd. We waren heel goed in kopiëren wat de merkfabrikanten in de markt doen. En we hebben dat omgebouwd naar zelf innoveren in de markt. Nieuwe verpakkingstypes, maar ook de vloeistoffen zeg maar, in onze producten zijn vernieuwd, verbeterd, innovatief. Onze concurrenten die hebben daar toch moeite mee om dat te volgen. Ik ben Arjan Pauzega, ik ben CFO van Burggroep. De visie van Burggroep is om eigenlijk voor iedere consument in Europa betaalbare producten te maken. We gaan voor duurzaamheid, voor goed omgaan met afvalstoffen. Een heel mooi voorbeeld van de afgelopen jaren vind ik het vervangen van glas naar PET. We hebben in Nederland 4 fysieke locaties waar we produceren. En iedere locatie had zijn eigen oplossing. En samen met ERA is gekeken naar een integrale oplossing voor al onze bedrijven in Nederland. Waarbij we goedkoper zijn gaan inkopen, maar nog belangrijker is dat ook de afvalherverwerking is meegenomen in de propositie. Waardoor zelfs afval nu een waarde heeft gekregen voor ons. De samenwerking met Expense Reduction Analyst en in het bijzonder met Victor van Emden is heel goed. Naast de gewone zakelijke contacten over de keiharde onderhandelingen op inkoopgebied is er ook ruimte voor persoonlijk contact. Daar waar geen besparingen gerealiseerd kunnen worden door ERA, zullen ze dat ook eerlijk aangeven. En word je eigenlijk bevestigd dat je het zelf heel goed hebt gedaan. En ook dat is wel eens prettig om te ervaren. Ik word veel benaderd door bedrijven die vergelijkbare diensten aanbieden. Het verschil met ERA is dat ik meteen in de gaten had dat zij zoveel inhoudelijke vakkennis hebben op het gebied van kostenmanagement. Ze lichten je hele administratie door. Ze krijgen een hele gedetailleerde rapportage met waar zij besparingsmogelijkheden kunnen realiseren. Het goede van ERA is ook dat je zelf in de lead blijft. Dus je geeft zelf aan wat je wel en niet wilt.